Hallo en welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan we naar aanleiding van jullie reacties een bougie vervangen en ik ga jullie laten zien als we de bougie eruit halen wat je eigenlijk allemaal kan zien aan een bougie, of de motor goed loopt, of die misschien te vet staat in geval van een tweetaktmotor of in een viertakt, of die de juiste verbranding heeft. We gaan dat doen bij deze 40 pk. Nou is het natuurlijk ook zo dat bij een kleinere buitenboordmotor, daar zal er 1 in zitten. Hier zitten er 3 in. Maar sommige binnenboordmotoren die in boten staan, zijn ook gewoon benzinemotoren. En daar zitten ook gewoon bougies in. En daar blijft gewoon eigenlijk het allemaal hetzelfde. We halen de kap eraf. Oké, we hebben nu de kap eraf en dan zien we hierachter dat hier 3 bougies in zitten. Dus hier kijken we tegen de bougiedoppen aan. 1, 2, 3. En wat belangrijk te weten is, is dat deze natuurlijk voor de bovenste is, die voor de middelste en die voor de onderste. Het kan niet door elkaar, want dan gaat de ontsteking, dat verandert en dan gaat die op het verkeerde moment vonken. Dus zorg ervoor dat die weer teruggeplaatst wordt zoals het zat. Dus hoe kun je nou voorkomen dat je alles door elkaar haalt? Pak dan gewoon 1 voor 1. Nou, we gaan nu deze bovenste doen. We zetten de ratel erop. In dit geval heb ik daar een bougiedop voor. We zetten hem erop. En we draaien de bougie los. En zo hebben we de bougie. Nou, dan hebben we hier de bougie, die komt uit deze motor. En de bougie vertelt ons eigenlijk al heel veel. In dit geval kun je zien dat de bougie mooi droog is. Hij is wel heel lichtjes zwart, dus dat betekent wel dat hij goed zijn werk heeft gedaan, dus dat hij gevonkt heeft. Maar voor de rest is de verbranding wel redelijk goed. En hoe kunnen we dat nou zien? In dit geval zitten er geen zwarte aanslag, dus geen roet of wat dan ook zit er aan de zijkant van de bougie. Hij is dus niet heel vet, hij is niet echt heel heet geworden, hè, want anders gaat hij verkleuren. Als we zijn er een soort van regenboogkleurtjes krijgen dan allemaal erop. Dus eigenlijk is dit wel gewoon een redelijke goede verbranding. Nou kan het zijn, want daar kun je dan gelijk naar kijken, dat er verschil zit tussen 1, 2 en 3. Als dat zo is, dan betekent dat, en dat zal wel in verdere video's kunnen we dat eventueel uitleggen, maar dan zou het kunnen betekenen dat hij te weinig of juist te veel brandstof krijgt, of dat er ergens een cilinder of een zuiger niet helemaal lekker is, een zuigerveer niet. Maar in principe kunnen we daar dus aan zien, als daar verschil in zit, dat er iets niet helemaal klopt. Nou, deze ziet er dus redelijk goed uit. Deze ziet er daarentegen wat vetter uit. Die heb ik toevallig even van een andere motor afgehaald. En hier kunnen we zien dat hij dus of veel te veel brandstof krijgt. En of in het geval van een tweetaktmotor zou je kunnen zien dat hij veel te vet gesmeerd is. Dat er veel te veel olie bij de benzine zit. En waardoor dus de hele bougie vet slaat. Nou, we gaan hem eens even schoonmaken. Deze is dus een beetje zwart en een beetje aangekoekt. Ik zet hem dan meestal gewoon even in de werkbank. Dan kan je hem gewoon eventjes met een staalborstel, en dan niet te ruig of te hard, maar gewoon met de staalborstel even schoonmaken. Zodat al het aangekoekte een beetje eraf is. Dat is trouwens Bo. Die heeft inmiddels ook wat meer volume is aan het kweken. Dus ik zou zeggen Bo. Heere op Instagram. We hebben schoongemaakt met de staalborstel. Doe hem daarna eventjes met een schuurpapiertje, in dit geval is het 400, dus het moet zeker niet te grof zijn. Doe hem hier even tussen, dan eventjes omhoog. En draai het schuurpapiertje even om en dan even naar beneden. Hoeft echt niet heel veel of heel lang, maar gewoon een klein beetje. Zodat daar het aangekoekte ook tussenuit is. En zo maak je dus de bougie schoon. Waar je op kan letten is of de dop nog heel is, of daar geen scheuren in zitten. Want wat gebeurt er nou als hier een scheur in zit? Dan kan de bougie, dan kan de vonk overslaan richting het blok, waardoor die dus niet in de bougie terechtkomt. Dus sowieso moet die goed aangedrukt zitten, moet goed vastzitten en zorg ervoor dat de bougiedop niet ingescheurd is. Ook om te kijken of een bougie vonkt, kun je, maar daar moet je echt heel goed mee uitkijken, je doet de bougie, doe je hier erin. Dan leg je deze tegen het blok aan, of ergens waar in ieder geval een massa zit van het motorblok. En dan kan je hem niet vasthouden met de hand, want hier komt echt meer dan 10.000 volt doorheen. Dus dat doet wel zeer, er gaat er niet dood aan, maar het doet echt wel zeer. Pak hem dan vast met een tang, en ook een geïsoleerde tang. En hou hem dan tegen het blok aan. Vraag of iemand anders eventjes aan de motor trekt of hem even start. En dan zul je zien dat de bougie, tenminste als het goed is, vonkt. Als dat zo is, nou dan is er verder niks aan de hand en dan kun je de bougie weer terugplaatsen. Ook is het heel belangrijk, voordat je de bougies eruit gaat halen, dat je weet wat voor bougies er eigenlijk in zitten. Wij gebruiken eigenlijk het meeste NGK en dan staan er eigenlijk altijd nummers op. In dit geval is dat de DCPR6E. En eigenlijk staat er altijd op het motorblok, dus achter op de kleppendeksel of waar dan ook, staat eigenlijk wel een stickertje met wat voor bougie erin hoort. Zit dat er nou niet in? Zoek dan het motornummer op aan de zijkant van de motor, google daar even naar en zoek er dan bij bougie of NGK bougie en dan kun je er eigenlijk altijd wel achter komen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op ons kanaal en geef een blauw duimpje omhoog.